Vandaag gaan we kijken naar Satisfying Bowlife Hacks en testen of ze echt werken. We hebben hier een heel platform met TNT en op die TNT zitten allemaal pressure plates. En ik wil dit dus gaan testen of dat het ook echt werkt. Want op deze manier kan je echt op de meest satisfying manier je hele wereld opblazen. Kijk, je kan het ook super snel achter elkaar doen. En ja, dan kun je wel raden wat er gebeurt. Dan blijft er helemaal niks meer over. En ik wil dit boven een village gaan bouwen, want dat lijkt me nog leuker. Ik heb hier een selectie gemaakt boven deze village. En ik ga hier gewoon even TNT neerzetten zo. Dit is heel erg ziek. Ik ben alleen benieuwd of dat ik zeg maar ook pressure plates kan plaatsen met World Edit. Anders ben ik echt super lang bezig. En let's go. Het heeft gewerkt. Dit is helemaal top. Hoe lang denken jullie dat deze village het gaat overleven? Ik denk niet heel erg lang. En het lijkt mij eigenlijk wel een grappig idee om hier even een hele hoop villages neer te zetten zo. Kijk, ja, die wonen hier allemaal vanaf nu. Welkom in jullie nieuwe wereld. Kijk, die staan hier gewoon even allemaal lekker te chillen. Maar kijk, ik zou natuurlijk gewoon zelf hier op kunnen staan en deze TNT kunnen laten opblazen. Dat zou kunnen. Bam. Maar het zou nog leuker zijn als hij natuurlijk de villagers, hun eigen village en hun eigen vrienden laat opblazen. Kijk, ik maak hier gewoon even een hele glazen bak zo. En ik maak hem nog even een paar breder. Kijk eens even. Dit is prachtig. En ja, ik ben misschien een beetje ziek in mijn hoofd dat ik dit aan het doen ben. Om villagers hun eigen vrienden te laten vermoorden. Maar het is wel heel erg grappig. Dus laten we het gewoon doen. Hier wil ik dus eigenlijk heel erg veel villages in maken zo. Heel erg veel inzetten. Hoppakee. Ja, dit is helemaal top. Nog meer, nog meer, nog meer, nog meer. We maken het eventjes nacht, want hier wil ik heel erg veel zombies in gaan zetten. En als ik dan dadelijk hier beide vloeren kapot heb gemaakt, gaan ze natuurlijk rondrennen over dit hele platform. Of nou ja, dat zou wel mooi zijn. Laten we eens even dit zo terugplaatsen. Ja. En wat ik nu ga doen is dit selecteren. En op het moment als ik //Z0 doe, vallen ze naar beneden. En hoop ik dat ze echt ziek gaan rondrennen. Oké, let's go. En gaan ze... Ja, kijk, ze rennen rond. Kijk al die TNT, gek. Holy... Oh, ja. Oh, alles ontploft meteen natuurlijk. Oh mijn god. Ja, dit had ik niet aanzien komen, maar... Op zich was het best satisfying, mensen. Zet allemaal #RIPVillage in de chat. Dit is iemand die allemaal super veel satisfying dingen neerzet. En hij wil het telkens iets doen waardoor het satisfying wordt. Maar dan knipt de video weg. En ja, dat ga ik dus nu wel doen. Ik ga al de dingen die hij in deze video doet uittesten. En ik ga niet wegknippen. Jullie gaan zien hoe satisfying deze dingen eruit gaan zien. Let maar op. In de eerste live hack wilde hij zeg maar heel erg veel van deze end crystals slaan. En wat er gebeurt als je er een slaat, als je het nog niet wist, dan ontploft het dus, zeg. Maar dit was al één end crystal. En dit is denk ik gelijk aan 4 TNT of zo. Dus laten we maar eens even kijken wat er gebeurt als ik er echt een stuk of 100 opblaas. Oké, mensen. Net zoals in het filmpje heb ik superveel end crystals neergezet hier. En laat ik hem maar eens proberen om kapot te slaan. En ik hoop niet dat mijn hele PC crasht of zo. Oké, 3, 2, 1. Bam. Hij maakt letterlijk hetzelfde gat. Wat is dit? Ik had echt iets veel spectaculairders verwacht. En het volgende wat u wilde doen in deze video was al deze pijlen oppakken. En dat ziet er ook heel satisfying uit. Dus dat ga ik ook even proberen. Maar eerst moeten er natuurlijk een hele hoop pijlen gaan schieten. Dus laten we dit maar eens even aansluiten. En ook eventjes al dit gras weghalen hier zo. Want dan kunnen we de pijlen echt even goed zien. En ik ga ze zo oppakken op het moment als dit ding helemaal leeggeschoten is. Alle arrows zijn afgeschoten. En ik zie dat ze al weggaan. Dus ik ga er snel overheen lopen. Let's go. Oh. Ja. Oké, dat was best wel satisfying. Wel een beetje veel werk voor dit kleine geluksmomentje. Maar goed, hè. Ik doe het allemaal voor jullie, dus abonneer. Hij gooit er ook bijna een stack met steen in de lava. En dat moet er dus blijkbaar ook heel satisfying uitzien ofzo. Ik heb hier een gat met lava gemaakt. En laten we maar eens kijken of dat het echt zo satisfying is. Oké, let's go. Oké, dit was echt nog niet een beetje satisfying. Maar hier ben ik wel heel benieuwd naar. Wat gebeurt als je heel veel villages daarop hebt gezet en ze vallen allemaal in één keer dood? Dat gaan we checken. Oké, er staan er echt tantoveel hier op dit blok. Laten we maar eens even gaan kijken. 3, 2, 1. Oh, wat gaat er gebeuren? Oh, ze vallen echt in een cirkeltje dood. Maar dit wil ik ook proberen met lava's natuurlijk. Let's go. Gaan jullie maar lekker... Maar wat gebeurt er met superveel zombies? Laten we dat ook even gaan checken. Oh, dit zijn er echt veel. En met skeletons. Laten we dat eens even checken. Ja. Oké. En hier ben ik nog wel het meest benieuwd naar. Dit zijn namelijk superveel kippen. En kippen kunnen vliegen als ze naar beneden vallen. Dus laten we eens even kijken. Oh, dat ziet er wel nice uit hoor. Ik ga er even doorheen. Oh, kijk. Nu gaan ze allemaal uit elkaar. Ja.
dit ziet er op zich wel geinig uit. Ik denk alleen niet dat ze dood gaan vallen in tegenstelling tot alle andere dieren die ik net neer heb gezet. Maar wel heel erg nice. Ja, hartstikke leuk. Want hij is echt helemaal kapot. Dit blijkt ook enorm satisfying te zijn. Je hebt hier heel veel XP liggen en als je er dan op staat, dan komt het allemaal naar je toe. Oh, oké, dit moeten we uittesten. Oké, ik ga hier heel eventjes een hokje maken zo. Ja, dit is wel groot genoeg, denk ik. En hij moet mooi vierkant zijn. Is hij dat? Even kijken. Ja, perfect. En wat we nu gaan doen, is hier een soort van een rand boven maken, zo. En hier ga ik even een dispenser neerzetten. En die moet helemaal vol met deze enchanting bottles. En die plaats ik hier overal even rondomheen. En nu moet hier even een hele rij met redstone overheen, zo. Hoppa. En als ik nu dit zo... Oh, kijk, het werkt al wel een beetje. Ik moet zeg maar zorgen dat dit ding heel erg hard gaat knipperen. Laten we eens even kijken, zo. Ja, kijk, nu knippert hij dus helemaal. Oké, top. Kijk, het is nu al heel satisfying. En dit is pas één keer dat het ding is afgegaan. Oké, ik maak even een heel hek hier zo omheen, zodat de XP er niet heel snel uit kan. Oké, ik heb het hekje geplaatst. En nu gaan we gewoon de hele inhoud van deze dingen, wat echt overal superveel is, leeg laten lopen. En daarna hier inspringen en kijken hoeveel levels we krijgen. Oké, laat ik hier dit eens even neerzetten. Ja. Ja, kijk mensen, dit gaat fantastisch goed. Ik ga hier even boven wachten en kijken hoeveel XP er dadelijk ligt. Oh mijn god mensen, mijn game lagt hem helemaal kapot. Maar kijk al deze XP. Echt, wat jullie nu op het scherm zien, dat is hoe ik het nu ook zie. Oké. Hoeveel levels krijg ik? Oh mijn god. Wow, yo. Ze achtervolgen me gewoon helemaal. Kijk dan. Oké, dit is wel echt ziek satisfying. Ze hadden gelijk in het filmpje, mensen. Dit is echt heel erg ziek. Kijk ook even hoeveel levels ik krijg. Dit moet ik gewoon ook in mijn survival wereld hebben. Ik heb alleen geen idee hoe ik aan zoveel XP-bottles ga komen. Maar kijk dan. Ik word gewoon helemaal achtervolgd hier. Kijk, ook als ik dit weghak. Ik denk dat het gewoon helemaal achter me aanloopt zo. Ja, kijk. Dit is niet normaal, mensen. Kijk die XP. Ik blijf zo nog even staan. En dan laat ik jullie zo zien hoeveel levels ik heb. Ja, dames en heren, ik sta hier letterlijk al 10 minuten. Ik laat het maar gewoon voor wat het is. Maar dit is wel echt een super vette lifehack. Ik heb 50 levels aangetikt. Let's go. Deze is ook echt super satisfying. Deze gast pakt hier een super goede pickaxe op. En die heb ik ook. En daarmee gaat hij dit blok diamonds weghakken. Maar er staat zoveel fortune op dat hij echt ziek veel diamonds krijgt. En het gaat ook zo snel dit hakken. Kijk dan. Dit was de beste pickaxe die je kon krijgen. Met level 255 fortune en 255. Efficiëntie. En laten we maar eens even kijken of dat dit ook een beetje snel gaat. Want dat ene in dat filmpje, dat was allemaal level 1000. En dit is iets minder snel. Oké, 3, 2, 1. Oh, wow, yo. Ik krijg 2 stacks van 1 blokje. Wat is dit? Oké, dan laten we dit maar eens... Wat? Dit is echt niet normaal, hoor, mensen. Kijk dan even hoeveel diamonds hier liggen. Dit is niet te geloven. Hey, oprecht. Als je zo pickaxe zou kunnen craften in Minecraft, dan was het spel echt niet meer leuk. Check ook even al die levels die je krijgt, joh. We hebben bijna het hele blok weggehakt. Ik ben echt heel benieuwd hoe dat die diamonds er dan uitzien. Als er echt zo ziek veel diamonds hier op de grond liggen. Want dat is denk ik nog wel een van de meest satisfying dingen. Om te zien hoeveel diamonds er bij elkaar kunnen liggen. Oké, let's go. Ik heb er bijna helemaal weg. Kijk eens, mensen. Jeetje. Oké, ja, dit zijn heel erg veel diamonds. Ik denk dat ik hier maar eens het survival wereld ga beginnen. Dit is ook super satisfying natuurlijk. Water over lava heen gooien. Dat is altijd satisfying. Dat gaan we natuurlijk ook proberen. We proberen alles in deze video. Kijk, en het wordt allemaal obsidian. Wie had dat gedacht? We weten natuurlijk allemaal dat dat gebeurt. Maar ik heb het eigenlijk nog nooit gedaan. Ik heb hier een mega grote plek waar echt super veel lava ligt. Laten we maar eens even gaan kijken hoe dat dit eruit gaat zien. Oh, dat geluid ook, mensen. Oh, wat heerlijk. Ja, dit is top. Oké, laten we hem hier ook nog maar even neerzetten. Want er mag geen lava hier liggen, ja? Dat is niet de bedoeling van deze video. Hier, let's go. Daar gaat hij, hoor. Hoppa. Ja, eigenlijk is het nog wel het minst satisfying wat ik heb gedaan in deze video. Ik geef het eerlijk toe. Maar hey, het is wel heel chill. Want je kan meteen deze obsidian hakken en dan kun je meteen een nether portal bouwen. Hier hebben we allemaal super satisfying pilaren. Want dit zijn namelijk allemaal blokken die je gewoon kan plaatsen op elkaar. En oh, dit ziet er ook satisfying uit, zeg. Dit gaan we zeker checken. Ik heb hier 3 palen gemaakt tot de maximale bouwhoogte. En ja, via dit ding zou ik zelfs helemaal omhoog kunnen. Nou, daar hebben we geen zin in natuurlijk. Maar ik heb wel zin om dit weg te hakken. En ik heb het idee dat deze het meest satisfying wordt. Dus laten we beginnen met bamboe. Even kijken hoor. Let's go, we gaan hem hakken en... Oh, oké. Het gaat nog wel even doorregenen met die stokjes hoor. 100%. Oké, laten we eens even kijken hoe dit gaat bij die cactus. Oké, 3, 2, 1. Oh, ja, dit is ook enorm satisfying, mensen. Dit is niet normaal. Maar we hebben hier natuurlijk ook nog de scaffolding. En ik ben heel benieuwd hoe dat dit eruit gaat zien. Oh, ik hoefde letterlijk maar 1 keer te slaan. En oh, dit ziet er een partij... Oh,
Oké, ik heb ze even nog een keer neergezet. En laten we nog even een keertje kijken. Bam. Hoppakee. Dat geluid ook. Dat is zo chill. We hebben hier een video met echt ziek veel cobwebs. En hij heeft hier weer zo'n supersterk, of ik bedoel een supersnel zwaard. En als hij dus zo om zich heen hakt, dan... Oh ja, mensen. Dit gaan we uittesten. Ik heb hier weer een supersnel zwaard. En ik wist eigenlijk nooit waarom mensen efficiëntie op hun zwaard zouden zetten. Maar dat is dus heel chill om cobwebs weg te hakken. Dus laten we maar even kijken hoe snel gaat het. 3, 2, 1. Bam. Wow, yo. Oké, dit is echt ziek. Stel je komt in een cave echt zoveel cobwebs tegen, wat echt letterlijk nooit gebeurt. Maar dan kun je er wel echt zo doorheen hakken. Dit is wel chill hoor. Maar stel ik neem het op tegen al deze spinnen terwijl ik hierin zit. Dat wordt ook heel erg lastig. Oh mijn god, dit zijn echt heel erg veel. Maar ja, kijk, dit is een beetje reconstructie hoe dat het dan gaat in een cave. Ik bedoel, spinnen die kunnen er supersnel doorheen lopen. Die worden niet vertraagd door de cobwebs. Maar ik word nu ook niet vertraagd door de cobwebs, omdat ik er gewoon in één keer doorheen kan hakken. Kijk, ik kom niet eens vast te zitten. Zo goed ben ik. In deze video test ik allemaal nuttige lifehacks uit die niet alleen goed zijn voor mensen die alleen maar satisfying dingen willen zien. Dus wil je nou echt wat bijleren over Minecraft? Klik dan op deze video, want hier ga je heel veel vette lifehacks leren die jouw hele Minecraft survival wereld gaan veranderen. Dus kom op, geef de kans. Klik op deze video. Dankjewel.